Feyenoord met 2 gelijke spelen. Op zich best aardig aan het seizoen begonnen. Nog geen nederlaag en nog geen wedstrijd gewonnen. Dus begint goed in de wedstrijd tegen Alkmaar. Deze voorzet wordt niet goed ingeschat achterin. En gaat dan wat slumielig in het eigen doel via Judith Roosjen. Kober Safie natuurlijk feest. Dan zal hem wellicht ook zelf claimen. Liefting. Kipster ziet er hier niet goed uit. En dan via Roosjen heel ongelukkig de bal in het eigen doel. Weimar. Kipster van Feyenoord dan met de lange bal. En daar is komen ze weer. En nu is er geen twijfel wie het maakt. Deze is zonder enige twijfel van Sophie Kobussen. Heel beheerst over Liefting gelopt. En is de voorsprong daar met 2-0 voor Feyenoord. Op jacht dus naar de eerste overwinning in de geschiedenis van de ploeg. Want die bestaat natuurlijk nog niet zo lang. Dit is een mooie bal van Tuin. En dit is een schitterend doelpunt. Prachtig gemaakt door Charlotte Hulst. Alieke Tuin met de paas. En dan staat Weimar weliswaar niet helemaal goed. Maar ja, dan moet je hem ook nog afmaken. En dat doet ze hier heel vrij. Charlotte Hulst, 18 jaar is ze pas. Met een prachtig doelpunt in een hele leuke eerste helft. Want daar is komen ze weer. Maar nu is de redding goed van Liefting. Mark de Vries, de trainer van Alkmaar. En in die eerste helft is de voorsprong voor Feyenoord verdiend. Maar kansen genoeg geweest voor beide ploegen. En daar is Feyenoord ook alweer. Maar dit is een te makkelijke bal voor Liefting. Ook maar met 1 zegen en 2 nederlagen tot nu toe in dit seizoen. Feyenoord de betere ploeg met de beste kansen. Hier is er weer eentje. Maar deze gaat op de lat. Vrij schot van de Romee van de Lavoie. Komt nog een kans voor de. Maar die is wat minder. Maakte er in de vorige wedstrijd nog 2. Nu scoort ze niet, maar Feyenoord wint wel voor het eerst in de geschiedenis. Een zegen voor de vrouwen van Feyenoord. En dus is het feest.